Wat is een podcast eigenlijk? Een podcast is eigenlijk een soort radio-uitzending op een bandje, zou ik zeggen. Maar tegenwoordig heet dat MP3 natuurlijk. Maar dat is een opgenomen verhaal eigenlijk. Waarin die kun je dus laden op je smartphone. En onder het ommetje wat je elke dag moet maken vanwege de gezondheid, kun je met oortjes in je smartphone die podcast afluisteren. Ik dacht, het is misschien wel mooi om ook een aantal podcasts te maken over waar ik mee bezig ben. Dat is dan het sociaal domein in de gemeente Aalten. En zo'n podcast, ja, die duurt afhankelijk natuurlijk van hoe je dat wilt. Maar bij mij duurt die dan zo'n 15 tot 20 minuten. En dan heb je de gelegenheid natuurlijk om een onderwerp wat iets meer toe te lichten, uit te diepen, te verklaren. Nou ja, dat zal jou geen moeite kosten, want enigszins breedsprakig ben je altijd al. Dus, ja, ik weet niet of dat breedsprakig is, maar ik hou ervan om dingen goed uit te leggen. Ja. En ik heb een enorme hekel aan soundbites en populistisch gedoe. Ik wil heel graag uitleggen hoe het zit en dan een mening vormen. En daar is zo'n podcast natuurlijk wel een mogelijkheid voor. Ja, nu is een podcast natuurlijk nog wel inrichtingsverkeer. Zeker. Ga je dat nog gebruiken om in gesprek te gaan of om ervaringen van anderen te delen? We hebben er nou zes heb ik er nou opgenomen en die kun je ook downloaden. En je moet in het begin natuurlijk een beetje oefenen. Hoe werkt dat allemaal met de techniek en de lengte en de onderwerpen? Maar ik ben zeker van plan om ook in de toekomst is de straat op te gaan en is te vragen hoe mensen aankijken tegen bijvoorbeeld een onderwerp uit de bijstand of uit de huishoudelijke hulp of uit de WMO of wat dan ook. Om het ook allemaal wat levendiger te maken. Maar nogmaals, het gaat niet alleen om de vorm. Het gaat ook vooral natuurlijk om dat je in zo'n podcast kunt uitleggen hoe de wereld en hoe het sociaal domein in elkaar zit. En dat is al ingewikkeld genoeg. En dan nog over die eenrichtingverkeer. Ik heb een tweede initiatief genomen. Ja, dat is een soort e-mailgroep. Ja, en dat was ook verrassend. Ik heb gewoon uit mijn adresboek at random 25 mensen benaderd. Ja. Van links tot rechts en zakelijk, niet zakelijk. En gezegd van, wil je nou af en toe eens in de 14 dagen is reageren op een vraag. Om zo ook het gesprek een beetje op gang te houden. Want we kunnen niet naar zaaltjes op dit moment. We kunnen niet naar cafés. We kunnen het gesprek gewoon niet voeren. En dat vind ik jammer. En daar is ontzettend positief op gereageerd. Van die 25 mensen hebben 23 mensen gereageerd. En gezegd van, dat wil ik wel. En de eerste vraag die ik voorgelegd heb een maand geleden ongeveer, ging over die boodschappenaffaire in Weidenmeer. Van, mag je nou, als je een bijstandsuitkering hebt, boodschappen van je moeder aanvaarden? Dat was eigenlijk het punt. Ja, en er is ook massaal op gereageerd, vind ik zelf. 19 mensen hebben daar op gereageerd. En ik heb al die reacties onder elkaar gezet. Dat was 16 pagina's A4. Dus ja, het zit mensen hoog. Maar wat was de trend in de meningen hierover? Ja, over het algemeen zei men van links tot rechts, mensen die bewust de boel tillen, of dat nou mensen met een uitkering zijn, of dat ondernemers zijn, of dat zwartwerkers zijn, maar mensen die bewust de boel tillen, ja, daar moet wat aan gedaan worden. Het gaat wel heel erg om de manier waarop en de behandeling en de bejegening van mensen. En er kwamen heel veel adviezen om mensen te behoeden dat ze in zo'n situatie kwamen. Hè? Dus goede schuldhulpverlening, goede begeleiding naar werk en naar inkomen. De grootste advies was, vertrouw mensen nu en lever maatwerk en ga in gesprek. En leg geen idiote of ridicule regels op zoals die in de fraudewet staan. Maar dat was toch al de werkwijze in Aalten geworden? Jazeker, dat was de werkwijze in Aalten. En dat heb ik natuurlijk ook even nagegaan bij Laborijn. Omdat Laborijn onze bijstandswet uitvoert. En dat blijkt ook wel. Er zijn in de laatste 2 jaar geen klachten binnengekomen over dit soort bejegening of dit soort zaken.